Een hele goede morgen. Ik heb vandaag heerlijk geslapen in mijn bed. Echt. Ik heb mijn bed echt zo gemist. In mijn klein huisje. Echt heerlijk. Ik ga me even klaarmaken. Want ik heb zo'n afspraak. Back to real life. Ik kan niet wachten om weer lekker gezond te eten. Mee te bewegen. Ik moet vandaag heel veel editen. Gasten. Ik moet de koffers nog opruimen. Kijk, ik wil hierheen zitten. Oh yes. Na een week eindelijk weer autorijden in mijn eigen auto. Ik heb mijn auto ook echt heel erg gemist. Het is heel erg fris buiten. Het regent. En ik vind het heerlijk om terug te zijn. Loving my life. En ik heb zelfs een parkeerplek gevonden. Letterlijk in een paar seconden. Dit is gewoon echt... de beste dag ever voor mij. Oh mijn god, ik ben net thuis. En kijk eentje wat er binnen is. Ik ga het zo inpakken voor jullie. Oh my god. Ik ben me ondertussen aan het opmaken in de woonkamer. Ik kijk naar Masha. Het is te licht, kijk. Ik heb nog heel veel vlogs om in te halen. Want ik heb in Frankrijk helemaal geen vlogs gekeken. Dus ik heb nog genoeg materiaal. Oké, mijn make-up is gedaan. Ik moet alleen nog even mijn haar doen. En die zit echt voor geen meter. Dus ik denk dat ik het even vast ga doen. Ik moet echt even opschieten, want ik moet nog editen. Ik moet eigenlijk nog het huis een beetje opruimen. En ik moet nog naar mijn vriendin toe vandaag. Ik heb afgesproken. En ik moet het allemaal voor 5 uur doen. Anders ga ik het ook niet redden met mijn planning voor de vlogs. En ik wil wel echt, echt, echt op tijd alles uploaden voor jullie. En dat heb ik beloofd. En ik wil een keer mijn belofte nakomen. Jullie weten hoe chaotisch ik soms ben. En laks. Maar nee, dit keer niet. Zo, ik doe mijn haar gewoon even vast. Lekker een knotje. Ik weet alleen niet of ik dit even zo weg moet doen. Of gewoon zo. I don't know. Ik laat het gewoon zo boeiend. Even kijken. Ik ga even parfum op doen. Vandaag doe ik deze parfum op van YSL. Lekker zomers geurtje. Ik vind deze geur eigenlijk best wel moeilijk te beschrijven. Dus als je deze geur hebt en je kan hem goed beschrijven, laat me hieronder weten. Ik ben echt zo blij dat ik de mini hiervan heb gekocht bij Sephora. Echt. Yes, hij stelt scherp. Ik ga mijn oorbellen unboxen voor jullie van Jennifer Fisher. Ik ben hier echt zo blij mee voor de mensen die mijn vakantievlogs niet hebben gezien van in Frankrijk. Dit waren eigenlijk de oorbellen die ik vanaf het begin wou. Jullie zien dat ik de laatste tijd een beetje allemaal van die hoops en zo bestel. Van die grotere, kleinere, allemaal een beetje verschillende varianten. En... ik wil eigenlijk allemaal goldplated of goud. Maar ik vond ze eigenlijk kwalitatief eigenlijk best wel slecht. Ik heb ze best wel van een kleine shops en zo elke keer besteld. En ja, ze waren in verhouding bijvoorbeeld dit merk natuurlijk wat goedkoper. En toen heb ik mezelf maar getrakteerd. De mensen die deze merk niet kennen. Ik zag dus een foto van Selena Gomez. En zij draagt altijd hoops. Maar het is altijd van één designer. En dat is dus Jennifer Fisher. Maar ik zag één foto toen dacht ik, ja man, die wil ik echt hebben. Ze waren qua grootte... dikte, alles was gewoon perfect zoals ik wou. Maar ik keek naar de prijs en dacht ik, oh nee, nee, toch niet. En toen ging ik bij andere shops kijken, heb ik allemaal een beetje soortgelijke hoops besteld. Ik wou per se gewoon dezelfde oorbellen. Ik weet niet of jullie dat hebben, dat je als jullie zeg maar iets zien bij iemand, dat je denkt van, nou, ik doe even iets anders halen wat er een beetje op lijkt, dat je daarna denkt van, nee, dit is hem gewoon echt net niet. Maar dat heb ik een beetje gehad, dus heb ik mezelf uiteindelijk toch wel getrakteerd erop. Maar ik laat jullie even de foto zien. En die ik echt heel erg mooi vond van Selena. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Even kijken. Maar het gaat dus om deze foto. Hier heeft ze de zilveren variant in. Maar ze heeft ze dus in alle kleuren eigenlijk. In alle formaten. Kijk, ze heeft echt voor alles en nog wat. Kijk dan. Ik vind deze formaat ook heel mooi. Maar ik heb al zoiets. Dus ik heb iets kleinere variant gekozen. Ik heb deze. Die zij dus hierin heeft. I'm such a stalker. Nou ja, ik ben gewoon eerlijk. Ik heb dus gewoon letterlijk opgezocht welke designer zij draagt. En ik heb het gevonden. Toen heb ik eigenlijk precies dezelfde besteld als op de foto. Dus ik ga het even unpacken voor jullie. Ik ben hier zo blij mee. Ik heb gewoon zo straks dezelfde oorbel als Selena Gomez in. Fangirl. Zo. Oh, schattig. Ik krijg er zo'n tasje bij. Daarin zit een... klein tasje, zo'n buideltasje. En daar zijn ze. Dit zijn ze, guys. Gewoon heel simpel.
Maar ze zijn heel stevig en de kwaliteit is echt heel erg goed. Die oorknopje is echt gewoon zo. Kijk hoe stevig dit is. Hier was ik gewoon precies naar op zoek. Ik ben hier zo blij mee. En de formaat is ook echt precies goed. Want ik heb deze dus nog niet. En daarom heb ik ze besteld. Ik heb een variant die groter is. Die jullie ook vaak in mijn vlogs hebben gezien. Ik heb een kleinere variant die nu stuk is. En ik heb nu deze minis in. Maar die zijn weer echt heel erg klein. Dat jullie ze bijna niet kunnen zien. En van dichtbij laten zien. Dit zijn ze, jongens. Ik ben echt zo happy hiermee. Oh, ik ben echt zo happy. Echt waar ik blij van kan worden. Jongens, het ging even goed. Helaas. Net zien we 10 strafpunten. Ik ben net klaar met editen. Hij is nu aan het uploaden. Het duurt nog altijd even. Dus ik blijf nog even tot het echt gewoon 100% op mijn YouTube kanaal staat. En ondertussen ben ik lekker aan het knuffelen met Lyra. Lyra is zo lief. Ik heb haar zo gemist. Het is zo'n lieve kat. Wist je dat ik een nieuw vriendje had in Frankrijk? Het was zwart met wit. Dus ik weet niet wat het is, maar het duurt echt zo lang het uploaden. En ik moet nu gewoon vertrekken. Dus ik laat gewoon een laptop aan. En ik hoop gewoon echt dat het vanzelf gewoon gaat uploaden. Ik heb het nog nooit gehad. Ik heb het al 3 keer geprobeerd. En hij blijft elke keer op 0% staan. Echt fucking raar. Maar ik moet er vandoor. Dus, lieve laptop, help me alsjeblieft. Dienaar, geef mijn laptop een beetje warmte, zodat hij wat beter werkt. Zo, ik ben net vertrokken. Ik heb net even getankt. En ik heb even een broodje voor mezelf gehaald voor onderweg. Een broodje met ei. Gewoon heel simpel. Met zout en peper. Ik ga dus nu even naar mijn vriendin. Ik ga even haar cadeau brengen. Want ze was dus laatstjarig. En ik heb dus voor haar dezelfde parfum gekocht. Die jullie volgens mij in deze vlog ook hebben gezien. De YSL parfum die ik vandaag heb opgedaan. Want de laatste keer dat ze dus bij mij bleef slapen. Toen deed ze elke keer die parfum op als we ergens naartoe gingen omdat ze hem zo lekker vond. En toen zei ze nog, dat kon ik me nog herinneren, van ik ga deze ook halen. Nou, ze hoeft hem nu dus niet meer te halen, want ik heb hem ook voor haar gehaald. En ik heb nog iets leuks erbij gedaan. En dat is deze tas van de Albert Heijn. En die is gevuld met allemaal healthy dingen en snacks. En het komt omdat ze elke keer naar mijn vlogs keek. En toen zag ze dus die gezonde pasta en die gezonde rijst en zo die ik allemaal aan het maken was. Maar bij hun, bij de Albert Heijn, hebben ze dat niet. Maar ik zal je even laten zien wat ik ongeveer heb gekocht. Ik heb voor haar deze crackers gekocht. Lijnzaad crackers. Geschikt voor het keto dieet. Ik heb deze rijstvraag gekocht. Gemaakt van kikkererwten, doperwten en van lever. Ik heb deze chocola voor haar gekocht. Ik heb deze pasta gekocht voor haar met groene erwten. Ik heb een suikervrije mayo voor haar gekocht. Ik heb deze naked repen voor haar gekocht. Ik heb gewoon een hele tas gewoon gevuld en ik hoop dat ze daar blij mee is. Maar dit is gewoon voor erbij hoor. Dit is niet echt het cadeau. Maar dat vond ik wel leuk om te doen. Even een break, jongens. Ik ben bijna 2 uur onderweg naar Twente. Ja, ik ben echt heel erg happy, want mijn vlog is eindelijk geüpload, zag ik. Gelukkig. Ik heb het altijd al gezegd, maar ik wil nog steeds heel graag paardrijden. En echt later, als ik... heb ik ook in mijn vorige vlog gezegd dat ik dus heel graag 2 ezels wil met Dessim en geiten. Maar ik wil ook een paard. Maar ik wil niet een normale paard. Ik wil echt zo'n heel mooi Arabische paard. En dan ga ik weer een paard rijden. Goals! Goedenavond, guys. Het is alweer heel laat. Tenminste, heel laat. Het is 10 uur. Ik ben weer onderweg naar huis. Ik heb een heel leuke dag gehad. Ik ben wel echt helemaal gesloopt. Ik ben even onderweg gestopt om even een koffietje te halen. Om even wakker te blijven onderweg. En dan ga ik richting huis. Nessim heeft nu een show. En dan zie ik hem daarna lekker. Ik
heb net weer gemist. Ik zei gisteren tegen hem, ik hoef je een week niet meer te zien na de vakantie. Maar nee hoor, ik heb hem nu weer gemist. Dus dat gaat ook wel weer snel. Ja, tijd voor een koffietje. Oh ja, ze vond haar cadeautje heel erg leuk. Dat vond ik ook leuk. Ik ben net thuis. En Nessie was ook gewoon net thuis. Ik ben ook net thuis, jongens. Oh jezus. Ja? Ik kom net van de comedy club. En het ging heel goed. Ja. En ik ben blij. Het ging heel goed. Ik heb gelukkig even lekker eten mee voor ons. Lekker garnaaltjes met rijst. Ik ga nu eventjes eten. Even een pyjama aandoen. Chillen. En dan lekker slapen. Kijk, ik heb hier lekker nasi. Zonder varkensvlees natuurlijk. Ik heb vegetarisch met omelet. En heb ik erbij chap choy met garnalen.